Prachtig, hè? Het landschap. Het Noord-Nederlandse landschap. Hoi, ik ben Gert-Jan de Kam. Ik heb de innovatieprijs van regio Zwolle 2024 ontworpen. En daar heb ik een heel verhaal bij. Ik heb daar ook toelichting bij. En dat wil ik jullie graag voorlezen. Ik heb het opgeschreven. En tijdens het voorlezen zal even worden ingezoomd op de bokaal die kan worden gewonnen. Dus daar ga ik. De vormgeving van deze innovatieprijs is een interpretatie van de klassieke bokaal, wat letterlijk drinkbeker betekent. En is vormgegeven als wijde, mond, kelk en een voet. En hier zie je, dit is de bokaal. Ik ga even op mijn knieën. En als we het dan hebben over de voet is eigenlijk bedacht met de gedachte dat 150.000 jaar geleden bleef de aarde in bijzondere enge, strenge ijstijd. Enorme gletsjers kwamen uit het noordoosten op ons land af en strekten zich geleidelijk tot aan Midden-Nederland uit. Ze sleepten dikke lagen van leem en enorme keien met zich mee. En dit is dan één voorbeeld van zo'n kei. Grote keien bleven achter in het Noord-Nederlandse landschap. En deze keien werden gebruikt om gereedschappen en bouwwerken van te maken. Super innovatief. En als je het dan hebt over de kelk, de mond of de kelk, is eigenlijk ontleend uit de grote piek die in de 17e eeuw door Nederland werd bereikt. We noemen dat de Gouden Eeuw, een innovatieve eeuw. Daar was ook een gouden tijd aangebroken voor hennep. En deze kelk is gemaakt van hennep en een biologische hars. Super sterk, maar alleen biologisch. Op de Nederlandse houten schepen werd grootschalig gebruik gemaakt van hennep. Elk schip bevatte zo'n 50 tot 100 ton hennep. En niet alleen maar werd het ingeslagen om de schepen waterdicht te maken, maar ook werd hennep gebruikt om de zijde te maken. Canvas was dat. En canvas komt van cannabis, wat hennep is. Dat is even de toelichting op de materiaalkeuze en de vormgeving. Ik heb daar ook een ode op geschreven. En als ik de ode voorlees, dan wordt even ingezoomd op de prijs. Een ode aan het innovatieve ondernemerschap van regio Zwolle. Richting het noorden van ons land, waar de aarde rijk is en de lucht helder, daar reist de regio Zwolle als baken van innovatie en ondernemerschap. Hier, waar enorme zwerfkeien fier staan als rotsvaste getuigen van een onverzettelijke geschiedenis, bloeit een nieuwe generatie van visionairs die de toekomst vormgeven. Majestueuze stenen die al eeuwen trotseren, symboliseren de solide basis waarop ondernemers van Zwolle bouwen. Net als deze oude monumenten zijn de fundamenten van hun ondernemingen stevig en onwrikbaar. Ze putten kracht uit het verleden, maar hun blik is resoluut gericht op morgen. In de handen van innovators verandert hennep in een wonderlijke stof, een symbiose van natuur en technologie. De natuurlijke hennepvezels, verweven met innovatieve biologische hars, vormen de ruggengraat van duurzame en milieuvriendelijke structuren. Ze weerspiegelen niet alleen de sterkte van onze voorouders, maar ook de flexibiliteit en de vooruitstrevendheid van de huidige generatie. Deze ondernemers, met hun gedrevenheid en de creativiteit, smeden de toekomst uit de fundamenten van het verleden. Ze transformeren eenvoudige vezels en harsen tot producten die niet alleen functioneel, maar ook visionair zijn. Hun werk belichaamt de essentie van innovatie, het vermogen om het alledaagse te verheffen tot het buitengewone. Elke ondernemer draagt bij aan de kelk van vooruitgang, geweven met de draden van duurzaamheid en vernieuwing. Laten we vieren en bewonderen het ondernemerschap van regio Zwolle, waar verleden en toekomst hand in hand gaan, waar elke stap vooruit wordt gezet met de kracht van de eeuwenoude rotsen en de veerkracht van de natuur zelf. En aan de winnaar wil ik alvast de felicitaties overbrengen met deze prachtige prijs.